De leden van de medische zending werknemersorganisatie MZWO hebben gisteren tijdens een algemene ledenvergadering besloten om in actie te gaan. De MZWO en de directie van de medische zending hebben aan het begin van dit jaar een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend. Deze CAO loopt tot en met december 2016. Tijdens de algemene ledenvergadering van gisteren is het besluit genomen om in actie te gaan vanwege het uitblijven van de uitbetaling van de TWK. Die TWK vloeit voort uit de overeengekomen CAO. Volgens Roy Haverkamp, voorzitter van de MZWO, is met de directie overeengekomen dat de uitbetaling zou plaatsvinden zodra de subsidie door het ministerie van Financiën was overgemaakt. Nu blijkt dat er maar mondjesmaat geld wordt overgemaakt en de laatste keer is er iets van 2,1 miljoen overgemaakt, terwijl men nog 5 miljoen moet krijgen. En de werknemers vinden, we hebben al een offer gebracht om te zeggen dat we de CAO onderling hebben gestaakt om te wachten. Nu er een duidelijkheid is gekomen, vinden ze wel dat ze aanspraak moeten maken op hetgeen ze moeten krijgen, omdat alles verschrikkelijk duur is gaan worden. Ik ga u zeggen, de mensen aan het oosten, die hebben het bijzonder moeilijk. Daar wordt alles eigenlijk gerelateerd aan de euro. Als iets hier zo 3 SRD kost, kost het daar 9 SRD. Dus je kunt begrijpen, de mensen hebben het geld nodig. En de feestdagen zijn er zo. En omdat de feestdagen zijn, vinden ze van oké, we hebben vorige week een signaal uitgegeven. Er is er een bericht uitgekomen waar wij hebben aangegeven dat die ontevredenheid er is. En gisteren hebben we vergaderd en de mensen hebben gisteren op de vergadering het besluit genomen om in actie te gaan. Haverkamp zegt verder dat leden van de MZWOB zullen bepalen welke stappen verder ondernomen zullen worden. De voorzitter zegt dat de actie die nu gaande is een sit-down actie is. De mensen zijn daar op het bedrijfscomplex, maar er wordt niet gewerkt. Ja, ze zijn er van 7 tot 12 uur en na 12 uur melden ze zich af. En ik heb al aangegeven, er is een dispensatie verleend aan een paar diensten. Voor de polyklinieken dan gaat het voornamelijk om de mensen in het binnenland. Ja, en hier zo heb je ambulance dienst en die voor spoedgevallen kan uitrijden en zo. Maar voor de rest is het dat de mensen dus wel zijn, maar niet werken. En we doen het om aan te geven dat de situatie erg serieus is voor ons. En we vinden dat er toch wel gehoor moet worden gegeven. Omdat we bij de vorige keer nog hebben we gezien dat de minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat hij met zijn collega van Financiën heeft gesproken en dat de zaak in orde is. Ja, en dan gaan we ervan uit, als ze zegt dat het in orde is, dat het geld loskomt zodat de zaken die gedaan moeten worden, gedaan kunnen worden. De directie is op de hoogte gesteld van medische zending? Jawel, we hebben de directie zoals het hoort. Hebben we de directie eerst na de vergadering direct mondeling meegedeeld. En daarna is het schriftelijk bevestigd aan de directie dat de actie wordt gevoerd en wat de actie inhoudt. Roy Haverkamp, voorzitter van de medische zending werknemersorganisatie. We spraken hem vandaag nadat zijn leden in actie zijn gegaan vanwege het uitblijven van de TWK-uitbetaling.